Hij heeft heel goed geluisterd naar de Beatles, hè? You Won't See Me. Maar verder geen kwaad woord voor de opvolger van Freedom van de CD Listen Without Prejudice. Het was de weekendschrijf van vannacht en u hoort hem hierna nog 5 keer. Heal the Pain en George Michael. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Nelleke, Jurgen, Marjan, Edu, Jozef, Antoinette, Peggy, Wout, Ina en nog zoveel namen van luisteraars meer. Ik kan u niet allemaal persoonlijk aanspreken, hoewel ik dat graag zou willen. Dus in zijn algemeenheid, hallo allemaal en welkom bij Niemandsland. We zijn er weer tot 7 uur met veel muziek. En tussendoor de advertentierubriek in de eerste 2 uur, het gesprek van de nacht van 4 tot 5. En verder die vele muziek. Wij sleuren u mee naar de klok van 7 en wij zijn onder meer de technici Wim van den Berg en Leo Knipman. En de regie voert vannacht Connie Koolhoven. Radio 1 en 2. En tussen de vele recente platen in KRO's Niemandsland van vannacht ook af en toe een lekkere grijze wijze oude taai. En dit was de eerste van deze lange nacht. Die gaat duren tot 7 uur in Niemandsland bij de KRO via Radio 1 en 2. Opname van Patience and Prudence. En het dateert uit 1956. Way back, zoals dat heet. En de werk getiteld Tonight You Belong to Me. And You Belong to Us, de makers van KRO's Niemandsland. Presentatoren straks tussen 4 en 7, collega René van der Veer. En ondergetekende Edward Niesing mag u doorsleuren naar de klok van 4 uur. Zo meteen na de volgende plaat met de advertentierubriek. Maar eerst maak ik u nog even op attent op de aanwezigheid van een van de vertegenwoordigers van het Omroeppastoraat vannacht. Als u met geestelijke problemen zit, u bent bij hem welkom om uw hart uit te storten en een goed gesprek met hem te voeren. Martin Peters vannacht is te bereiken onder nummer 035-218-746. 035-218-746 voor Martin Peters van KRO's Omroeppastoraat. In no time. En ze schreef het zelf, Kim Appleby en Don't Worry. Het is precies 1:15, hoogste tijd om te beginnen met KRO's Niemandsland, Radio 1 en 2. KRO's advertentierubriek. Ja hoor, de advertentierubriek. Het is niet de bedoeling dat u nu gaat bellen en Connie aan de telefoon krijgen en zeggen, hey Dicon, zou ik een advertentie kunnen opgeven? Nee, dat kan niet. Dat moet u via Tante Post doen. Ons adres is KRO's Niemandsland, advertentierubriek, postbus 9000, 1201 DH Dirk Hendrik in Hilversum. Stuur u dan zo gauw mogelijk in, dan komt u ook zo gauw mogelijk aan de beurt. 5 november van vorig jaar schreef mevrouw Riet Donkel uit Bakhuizen naar het zojuist genoemde adres, postbus 9000, 1201 Dirk Hendrik in Hilversum. En ze is nu al aan de beurt. Dag mevrouw Donkel, goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik Riet zeggen? Ja hoor, mag Riet zeggen. En als u dan onmiddellijk wilt nalaten om mij u te noemen, maar Edvard. Oké. Okay. Dan staan we op gelijk level. Goed zo. Riet, wat kunnen we voor je betekenen vannacht? Ik zoek een boekje over Backgammon. Hé. Hey. En dat is uitgegeven, ik geloof in 1959, van Robin Clay. Ja. En het is vertaald door P. de Wit. In je brief schreef je, en ik zei het er net, als je een advertentie wilt opgeven, dan moet je een briefje schrijven. Ja. Schrijf je, de eerste druk was in 1979. Wat is nou waar? Oh, dat kan. Ik heb het niet nagekeken, maar het kan 1979 zijn. Ja. Je bent dol op backgammon dus? Ja, ik ben het aan het leren. En dat boekje, dat is het enige boekje wat dus in het Hollands is. Tenminste, wat ik heb kunnen vinden en wat zo uitgebreid is. Ja, ja. En ik heb het dus van een kennis gezien. En ik ben alle boekwinkels af geweest. Maar het is nergens meer te krijgen. Het is nergens meer te krijgen. En je zou zo graag een vriendin of een vriend uitnodigen. En die is riant gaan verslaan met het spel. Ja, inderdaad. Maar dan moet ik nog heel veel leren. Ja, en datgene wat je wilt leren, dat staat dus in dat boekje. Dat staat er allemaal in. Ja, Backgammon, geschreven door Robin Clay. De eerste druk was dus, laten we het maar houden, op 1979. Ja. En vertaald door P. de Wit. Ja. Het lijkt me heel eenvoudig. En ik heb zo'n idee dat we tussen 2 en 3, als we jou terug gaan bellen, dat we iemand aan het andere lijn hebben dan die jou dat boekje gaat overhandigen. Ik hoop het. Ja, dat lijkt me geen onoverkomelijk probleem hoor. Goed zo. Zal ik het reactienummer maar eens even gaan noemen dan? Ja, graag. Dat is niet voor jou, maar voor de mensen die willen reageren. Ja, oké. Okay. 06-3-21-23-55. 06-3-21-23-55 voor het boekje Backgammon. Geschreven door Robin Clay, de uitleg daarvan in alle finesses. Eerste druk was van 1979 en werd het Nederlands vertaald. En dat wil Riet Donkel graag hebben door P. de Wit. Als het lukt, bellen we je in het komende uur terug, Riet. Fijn, hartelijk bedankt. Tot straks, hoop ik. Ja. Dag. Kennen jullie nog die fantastische Nikita van Elton John van een jaar of 4, 5 geleden?
natuurlijk kennen jullie die nog. Kennen jullie ook de instrumentale uitvoering van Kim Waters? Vast niet. Nou, ga ik jullie nu mee laten kennismaken, als ik even mag tutoyeren en in de jullie vorm mag praten. Kim Waters van zijn nieuwste cd, All Because of You. Nikita dus. Ik hoor in gedachten hetzelfde denken als wat ik zei toen ik deze plaat voor het eerst hoorde. Ik prefereer het origineel. Maar ja, verandering van spijs toe eten. Van de cd All Because of You, een instrumentale versie van de wereldberoemde Evergreen inmiddels van Elton John en Bernie Taupin, Nikita. Dat was Kim Waters op saxofoon. Dus 2:07 en we gaan naar de tweede advertentie. En daarvoor gaan we naar Rotterdam. Naar meneer Neuteboom. Meneer Neuteboom, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Ja, zullen we maar tutoyeren? Dat praat wat makkelijker, hè? U mag Bram zeggen. Wat zeg je? U mag Bram zeggen. Hallo Bram. Heb je de radio niet te hard staan? Nee, die heb ik helemaal op nul staan. Mooi zo. De knop niet te ver open, want ik heb een beetje tzatziki gegeten vanavond. Weet je wat tzatziki is? Nee. Dat is een soort Griekse yoghurtsaus met heel veel knoflook erin. Oh. Dus voordat het begint te ruiken bij je... Nou ja, dat is zover is de techniek nog niet ontwikkeld, hè? Nee, met hè? Telefoon en de radio. Nee. Je kan wel luisteren, praten en kijken. Maar nog niet ruiken. Knoflook ruiken is er nog niet bij. Nee. Een voortreffelijk Grieks restaurant hier in Hilversum, ik mag de naam niet noemen. De Griek op de groes, zeg ik altijd maar. Maar het was smakelijk. Het was bijzonder smakelijk, moet ik zeggen. Maar we hebben jou niet teruggebeld naar aanleiding van jouw brief begin november om te praten over mijn tzatziki gebruik, veelvuldig overigens, maar over jouw advertentie. Vertel het maar eens. Ik zoek naar een brugklap. Een brugklap? Hotelbouw op schaal. En dat is een brugklap die is van de Koningshavenbrug in Rotterdam. Ja. De verkeersbrug naast de Hefbrug, bij alle Rotterdammers bekend. Ja. En die is gebouwd in de tijd door brugwachter Willem Franke. En die woonde aan de Stieltjesstraat naast sigarenwinkel Moerman. Deze man, Willem Franke, en tevens ook zijn vrouw, waren kinderloos en zijn beide al vele tientallen jaren geleden overleden. Mm-hmm. En die brugklap heb ik gezien, ongeveer in 1930, 31, 1932, in één van de brugwachtershuisjes op die Koningshavenbrug. Daar stond hij tentoongesteld voor het publiek dat ze hem konden zien. Ja, een schaalmodel dus. Een schaalmodel, juist. Ja. Ja. En dat ding zou je graag willen hebben? Nou, hebben niet. Maar al zou ik maar een weten waar die is en dat ik er een foto van zou kunnen nemen, dan ben ik tevreden. Als ik een foto heb van die miniatuur, die schaalbouw van die klap, van die brug. Brugklap. Ja. Ja, kun je even uitleggen wat het precies is, een brugklap? Want ik zit wat zorgelijk te kijken hier. Zit u wat zorgelijk te kijken? Ja, ik heb zo'n idee dat de mensen misschien niet weten wat het is. Ja, in de Maas varen schepen. En over de Maas rijden auto's, trams niet meer. Want we hebben tegenwoordig een metro in Rotterdam. Zeker. En over die Maas rijdt ook tot op heden nog de trein. En die trein die heeft een hefbrug, dat als de schepen erdoor willen, dan gaat hef omhoog. En daarnaast ligt de verkeersbrug. En die heeft twee klappen. En die twee klappen gaan omhoog. En één van die twee klappen heeft die brugwachter op schaal nagebouwd. Ja. En die heeft tentoongestaan in het brugwachtershuisje. Tentoongesteld gestaan. Ja. Ik viel er even over. Ja. En dat was in het brugwachtershuisje vanaf het Stieltjesplein. Het eerste brugwachtershuisje rechts. Voor mensen die er bekend zijn. Rotterdammers dus. Rotterdammers. Ja. Hoe ging dat ding open? Ging die aan twee kanten omhoog? Ja, die ging in twee kanten tegelijk omhoog, ja, voor de scheepvaart. En daar hingen lampen aan. Daar stonden vier letters op. STOP. Rood. Stop. Dat was voor te voorkomen dat automobilisten door zouden rijden terwijl de klap omhoog ging. En die bogen mee, die verkeerslichten.
rode lichten. Terwijl de brug omhoog ging, bleven die lichten recht naar beneden hangen. Ja, ja. Aan een scharnier. Nou, je hebt helemaal uitgelegd hoe het precies in elkaar zat. Wat een brugklap precies is. Hoe het model is. En dat er een schaalmodel is van geweest. Way back, tussen 1930 en 1931 heb je het over. Ja. En nou ben je op zoek naar iemand die weet waar dat ding eventueel staat. Of dat er foto's van zijn. Ja. En die zou je graag in bezit willen hebben. Ja. En dan, als ik even mag herinneren aan de brief. Zat er nog een B bij. Ja, een tweede dubbele punt staat er. Ja. En dan kom je op mijn trein, want ik hou van trammetjes. Dus ga gerust je gang. Zeker Rotterdamse trammetjes, want ik mocht altijd van mijn oma. En dan kreeg ik zo'n dubbeltje in de hand geduwd, zoals oma's dat altijd doen. Ga jij maar lekker trammen met lijn 14. Leuk. Ja, hartstikke leuk. Nu, in Rotterdam hebben ze trambarens gebouwd in ongeveer 1928... En die hebben gereden tot ongeveer 1965, ik weet niet precies het jaartal, maar dit noemden ze de middenbalkons. Lijn 10. Ja, er waren meerdere lijnen van. Ja. Ze hebben op lijn 11 gereden, op lijn 10, op lijn 14, ze hebben overal gereden. Maar het waren de eerste wagens eigenlijk na dat RETM. Overgenomen was door de Rotterdamse elektrische tram. Die hebben nog een poosje met Bezier wagens gereden, crème-Bezier wagens gereden. En toen kreeg je de gele middenbalkonners. Dat waren de eerste grote motorwagens. Ja. Zo'n motorwagen had dus, zoals ik al zei, in het midden een middenbalkon met open schuivende deuren aan de kant waar de passagiers uit moesten stappen, ging zo'n tram van Rotterdam naar Schiedam, enkel en dan op een doodspoor. Ze noemen dat in spoorwegstations een kopspoor. Dan ging die dus via de andere rails weer terug. Dus er ging aan de ene kant de deuren dicht, ja. En aan de andere kant gingen de deuren open. Ja, dat is zo'n trammetje wat nog rijdt in Amsterdam bij het trammuseum. Dat kan, dat ja, van Amsterdam weet ik niet. Absoluut, maar ze zijn in Rotterdam nog. Rijdt hij ook nog voor het VVV des zomers. Om de gasten Rotterdam te laten zien. Ja. Dus hij bestaat nog wel. Ja. Maar nu om verder te gaan over die modelbouw. Daar zat ook nog een aanhanger. Die reed naar Schiedam. Aanhangwagen. Die was precies eender al en er zat geen motor in. Hij was precies eender gebouwd. Ja. Ook een middenbalkon. En dat stel heeft ook als modelbouw gestaan in een etalage aan het Maternesseplein in Rotterdam. Tussen de Van Zitterstraat en de Vierambachtstraat. Ja. Oh, je weet het zelf al. Ja, ik heb je brief voor me liggen dus. Ja. Prima. Nou, het lijkt me heel duidelijk, Bram. Ik zal het nog even recapituleren. Je bent op zoek naar een model van een brugklap. Een brugklap op schaal dus. Gemaakt van de Koningshavenbrug in Rotterdam. Door een brugwachter in zijn vrije tijd als hobby. Je denkt dat die klap schaal 1 op 10 of 15 was. Ja, en dan ben je op, denk ik ook ongeveer. Ja, en dan ben je op zoek naar een tramwagen met bijwagen. Was dat het Allen tramstel of was dat, had dat een andere benaming? Ik weet het niet helemaal zeker meer. Maar om het de luisteraars duidelijk te maken, een tram die dus, zeg maar heel eenvoudig gezegd, een stuurtje voor en een stuurtje achter had. Ja, inderdaad. Plus de bijwagen en ook daar wil je graag een schaalmodel van hebben. Ja, een foto eventueel. Ja. Ja, van dat schaalmodel. Ik heb zo'n idee dat er zoveel tramliefhebbers in Nederland zijn die je zeker aan die trammetjes kan helpen. Wat betreft de brugklap zie ik het somber erin. Maar de tijd zal het leren. We hebben anderhalf uur de tijd nog voor het 3 uur is, voordat we de advertentierubriek afronden. Dus zo lang hebben de mensen de tijd om te bellen naar het reactienummer van KRO's Niemandsland. En dat is 06-3-21-23-55 om te reageren op jouw twee advertenties. 06-3-21-23-55. En ik hoop je, Bram, straks nog even aan de telefoon te krijgen met minstens één en hopelijk alle tweede zaken waarnaar je op zoek bent. Graag. Ja? Alvast bij voorbaat, hartelijk dank en sterkte bij de werkzaamheden. Graag gedaan, we doen het met plezier en ik hoop je straks nog even te spreken. Ja, tot straks. Oké, Bram. Dag. Prettige nachtmuziek, dachten we.
we, de leden van het Niemandsland-team. En daarom hebben we deze plaat vorige week gebombardeerd tot weekendschijf. Krijgt weinig aandacht hier in Nederland en daar moest maar eens verandering in komen, vonden wij. The First Time, nummer 1 in de Amerikaanse hitparade en ook de Adult Contemporary Hitparade. Dat is een soort hitparade met moderne eigentijdse muziek, waarin geen rap en geen hip-house en geen acid en house, dat soort muziek voorkomt. Maar zeg maar muziek die wat oudere mensen ook waarderen. En in die hitparade daar staat deze plaat ook nummer 1. En dat heeft u een beetje kunnen horen aan de klanken voor wat oudere liefhebbers. Surface dus, and the First Time. Het is 9 minuten over 2:30 in KRO's Niemandsland. KRO's Niemandsland, Radio 1 en 2. KRO's Nacht, advertentierubriek. En voor de derde advertentie gaan we naar mevrouw Boes Komans de Ruiter in Erp. En ja, dat is een plaatsje waar, en ze moet zelf maar even uitleggen waar ja, dat precies ligt. Ja, het ligt tussen Veghel-Ude en Beek en Donk. Het is een heel klein gehucht. Het is meer zo'n kerkendorp. Is ja, het, ja. Ja, het is Erp, Keldonk, Boerdonk en een beetje aan de buitenkant. In het Brabantse land waar op dit moment Riant Carnaval wordt gevierd waarschijnlijk, nou, hè? Dat loopt de laatste jaren toch wel erg terug. En er zijn dus verschillende plaatsen die er dus in verband met die golfoorlog toch het gecanceld hebben. Ja, toch wel? Ja. Het getuigt van smaak. Ja. Goed. U bent in elk geval thuisgebleven om uw advertentie op te geven. Ja, zegt u maar Mieke, hoor. Graag, Mieke. Ja. Zegt u maar Edward dan. Ja. Mieke, je hebt een advertentie ingestuurd en laat de luisteraars maar eens even horen wat je precies zoekt en misschien kunnen ze je helpen. Ja, dat gaat om het boek De Wereldbrand, The Winds of War. En nou heb ik dat boek, dat ben ik al heel veel boekwinkels geweest, was allemaal uitverkocht en het is nog niet zo oud. Maar het komt niet meer in herdruk. En nou is het vervelende dat ik dus de tweede deel, de War and Remembrance, dat is de afgrond en de dageraad, dat is wel in mijn bezit gekomen. Dan zou ik zo graag het eerste boek willen hebben. Weet je wie de schrijver was? Herman Wouk. Herman Wouk. Wouk. En het is dus, de uitgever was Elsevier. En het dateert uit? Nou ja, het is die televisieserie geweest, hè. Het is een paar jaar geleden geweest. Eerst heb je de Winds of War gehad en toen heb je het vervolg gekregen van The War and Remembrance. Ja, maar het boek, uit welk jaar dateert dat ongeveer? Ja, ik denk een jaar of 6 geleden. Dat het tenminste, ja, dat heb ik niet kunnen ontdekken. Maar in ieder geval, het is niet zo'n oud boek dat sommige mensen wel eens opvragen wat helemaal niet meer in herdruk komt of zoiets. Maar dit boek komt in ieder geval niet in herdruk. En is dus ook niet meer te krijgen in de boekhandel? Nee, want ik ben al zo, en ik heb het ook bij de slechte geprobeerd, maar ik krijg overal 0 op request. Nou, we hopen dat je bij ons minimaal 1 op het request krijgt. Ja. En dat mensen gaan bellen en dat boek wellicht aanbieden. Ja. En dan wil ik er ook een vergoeding van geven, hoor, want het is een vrij duur boek geweest, dus... Maar ik zal heel blij zijn als ik het op een of andere manier op de kop kom tikken. Oké. Okay. Ja. Het gaat je om Winds of War, ja, van Herman Wouk. Ja. Het eerste deel dus. Ja. En als mensen willen reageren, als die het eventueel af willen staan, dan kunnen ze bellen naar 06-3-21-23-55. 06-3-21-23-55. In ieder geval bedankt voor de moeite. Graag gedaan. Ja. Blijf nog even wakker, want als je in het komende uur gebeld wordt, dan zou er best eens iemand weer naar ons gebeld kunnen hebben met dat boek voor je. Ja, ja. Mieke, bedankt. Ik hoop dus tot straks. Oké, dag. 12 minuten over 2:30 in KRO's Niemandsland. Ik sprak van de week Danny Christian eventjes. Die deed mee aan het programma 10 in de Pan, waar ik ook mijn medewerking aan heb verleend. En die zei, Nissin, je moet mij eens even vertellen. Ben je soms een fan van Udo Jurgens? Hoezo, Danny? Ik kan geen programma van jou horen of die man zingt daar een van zijn wonderschone liederen in. Ik zei, Christian, je hebt gelijk. Ik ben een groot fan van Udo Jurgens en in bijna alle programma's die ik maak voor de KRO Radio 1, 2 of 5 komt er een plaat van hem in voor. Ook vannacht weer op deze 10 februari om 2:30 over 2:30. Dit is Via, Udo Jurgens dus. Kortom, houden onze aarde een beetje leefbaar voor de toekomst, voor onze kinderen. Wij zijn daarvoor verantwoordelijk van de cd Masken ohne Masken. Dat was Udo Jurgens en Via. En wij gaan naar de laatste advertentie en daarvoor gaan we voor de zoveelste keer naar Kerkrade, naar hetzelfde adres, naar de Kerkstraat, naar Ferry Groothedde. Ferry, goedemorgen. Ja. Hallo. Je bent een trouw fan van vele radio- en tv-programma's, hè? Ja, nogal. Hoe komt dat zo? Kijk, als je met computers werkt, dat doe ik namelijk, dan
ben je soms tot diep in de nacht aan het werken. En dan is het wel leuk als er iets op de radio is. Ja, maar niet alleen in Niemandsland kom je regelmatig voorbij. Maar ik hoor je naam in allerlei andere rubrieken. Ja, dat klopt. Je wordt nog beroemd. In Schrijven is Fout ben ik al eens geweest. Toen het nog bestond was ik ook al een aantal keren in Raad en Lied of Niet. Nou ja, je kunt het zo gek eigenlijk niet bedenken. Dat wil zeggen, ook overdag ben je een grote radio- en ook televisiefan. Nou ja, van bepaalde programma's dan, hè. Met name Niemandsland. In de nacht van zaterdag of zondag heb je zo weinig keus, hè. Dat is maar goed ook, anders zouden we geen luisteraars overhouden. Ferry, wat kunnen we vannacht voor je betekenen? Nou, eerder had ik geschreven omdat ik op zoek was naar een elektrisch voertuig. Dat is toen niet in de uitzending gekomen. De reden is me niet helemaal duidelijk, maar die doet er ook verder niet toe. Want ik heb er zelf al inmiddels één te pakken gekregen. Maar dat ding rijdt dus op een accu. En zo'n accu is niet makkelijk te krijgen. De accu die ik erbij kreeg, en dat had ik er toen nog niet bij geschreven, want het is naderhand pas gebleken, was in erbarmelijke staat. En dat betekent dus dat ik er ik kan er nou wel mee rijden, maar dan moet ik zelf gaan trappen. Hoezo dat dan? Oh, vanwege die accu? Ja, die accu die brengt me namelijk nu ongeveer 200 meter, dan is hij uitgeput. En dan heb je er niet zoveel aan, hè? Nee, dat klopt. Zelfs als de supermarkt op 75 meter is, kom je amper terug. Zoiets. het gaat dus om een skelter. Ja, dat klopt. Een Sinclair C5. Ik kan die naam rustig noemen, want die fabriek is al een paar jaar failliet. Ja. Dus het is geen reclame. Mooi. En dat ding rijdt dus op een speciale accu. Dat is trouwens ook niet helemaal wat er in de brief stond. Daar ben ik ook pas later achter gekomen. Het is niet een soort auto-accu. Het is een zogeheten tractie-accu. Ik dacht al, er klopt iets niet in de brief. En zo'n tractieaccu wordt ook veel in rolstoelen gebruikt. Alleen een accu in een rolstoel is van een dusdanige afmeting dat die er niet in past. En wat voor soort accu wil je nou precies hebben dus? Nou, het is een vrij klein formaat tractieaccu. Het is van het formaat dat je meestal in een auto vindt. Maar niet van de elektrische soort. En ja, het komt eigenlijk neer een accu voor een Sinclair C5. En nou zijn er, naar ik heb gehoord, bedrijven in toeristenplaatsen die daar zo'n Sinclair C5 wel eens aan toeristen verhuren. Mm-hmm. En ik neem dus aan dat die de accu's eruit verwijderd hebben, want het is namelijk zo, die motor mag in Nederland niet op de openbare weg worden gebruikt. Ik woon zo ongeveer een paar honderd meter van de grens af en zo gauw ik de grens over ben, kan ik hem wel gebruiken. En dan is die andere accu al op, zei je er net, want die kwam maar 200 meter. Ja, zoiets, ja, klopt. Ha! Sorry. Dat klopt. Nou ja, goed, gelukkig zitten er ook trappers op, dus dan kun je toch nog wel verder komen. Maar ja, het trapt toch vrij zwaar, want zo'n ding is nou eenmaal vrij zwaar. Ja, wel goed voor de lijn natuurlijk. Ik ben 1,82 meter en 60 kilo, dus ik hoef niet aan de lijn te doen. En dat komt natuurlijk doordat die ene accu na 200 meter het begeeft. Nou, laat ik het zo zeggen, zo gauw die zo ver heen was dat die zo weinig deed, heb ik hem bij een vriend van me in het schuurtje gezet. Mm. Zelf heb ik er geen ruimte voor namelijk. En ik fiets nou gewoon. Maar ik wil hem toch wel graag weer gebruiken. Ik begrijp het. Een tractieaccu voor de Sinclair C5. Daar ben je naar op zoek. Ons reactienummer 06-3-21-23-55. Ja, en ik zou, zoals ik net al zei, over die verhuurbedrijven die dingen wel eens verhuren. Die hebben dan de motor, de accu er dus waarschijnlijk uitgehaald. Misschien de motor ook wel, dat maakt niet uit. En kijk, zulke verhuurbedrijven hebben dus vaak van die accu's die ongebruikt zijn. Ik zou dus ook al geholpen zijn als een luisteraar maar aan adressen van zulke verhuurbedrijven zouden kunnen helpen. Nou, ik hoop dat ze allemaal goed geluisterd hebben en dat ze snel gaan reageren. En dat ze misschien een paar adressen voor je hebben, Ferry. Ik geef nog één keer de reactienummer. 06-3-21-23-55. En als we je kunnen helpen, dan hoor je dat in het komende uur van ons. Mooi, heel graag. Mooi. Oké, tot straks hoop ik, Ver. Ja, bedankt. Oké, dag. Je kunt wel spreken van een nieuw talent. Haar naam is Carmen Sars. Nee, doe het nou een keertje goed, Nissing. S-A-R-S. Carmen Sars van de CD Silent Eyes. Dit was het eerste nummer. En het was zoals we dat altijd doen bij de kennismaking van de nacht-CD van elke nacht. Het titelstuk. Blijf luisteren als u er meer repertoire van wilt horen. Want u hoort haar nog 5 keer hierna voorbij komen op Caro's nacht-CD van vannacht.
En wie u maar één keer voorbij hoort komen, naar alle waarschijnlijkheid, is de regisseuse van vannacht. En dat is Connie Koolhoven met het resume van advertenties. Hadi Connie. Hallo Edward. Daar zijn ze dan. Mevrouw Donkel die vroeg een pocketboek. De titel van het boek is Backgammon. Het gaat dan ook over het spel Backgammon. Het is geschreven door Robin Klee en vertaald door P. de Wit. Waarschijnlijk in 1979 was het. Ja. De heer Neuteboom die zoekt de verblijfplaats, foto's of beschrijvingen van een brugklap op schaal van de Koningshavenbrug in Rotterdam. Vroeger stond het schaalmodel bij in het bruggenwachtershuisje. Bij de brug, neem ik aan. Hè? En hij zoekt ook nog een tramwagen met een bijwagen ook op schaal. En deze stond in 1932-33 in een etalage aan de Matternesserplein. Ik ben helemaal niet bekend in Rotterdam, dus die namen zeggen me ook heel weinig. Mij wel, en het was goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Mevrouw Boes, die zoekt een boek Wereldbrand. Het is geschreven door Herman Wouk en de uitgever is Elsevier in Amsterdam. Tot slot, Ferry Groot, die wil graag een accu hebben voor een Sinclair C5. En dat is een skelter die via trappers of een elektromotor kan worden aangedreven. 06. Dat was het. 3-21-23-55. 06-3-21-23-55. Dankjewel, Connie. We gaan naar het nieuws van 2 uur toe en dat doen we met A Woman's Got the Power. 2 uur. Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. De Amerikaanse president Bush heeft telefonisch overleg gepleegd met premier Lubbers over het verloop van de Golfoorlog. Dat heeft een regeringswoordvoerder in Washington gemeld. Bush belde Lubbers gisteren vanuit Camp David, waar de president zijn vakantieverblijf heeft. Over de inhoud van het gesprek is niets bekendgemaakt, maar diplomaten in Washington vermoeden dat Bush verschillende wereldleiders consulteert over het tijdstip voor een grondoffensief tegen de Iraakse troepen in Kuwait. Gisteren had hij, behalve met premier Lubbers, contact met premier González van Spanje en Sheikh Salman al-Khalifa van Bahrein. Vrijdag sprak de president met de leiders van Argentinië, Venezuela en India en met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Pérez de Cuellar. Een overgrote meerderheid van de stemgerechtigden in Litouwen heeft zich bij de opiniepeiling van gisteren uitgesproken voor volledige onafhankelijkheid van deze Sovjetrepubliek. Een woordvoerster van het parlement in Vilnius heeft meegedeeld dat volgens voorlopige uitslagen 91% van de kiezers voor onafhankelijkheid heeft gestemd. Ze deed dit nadat 87% van de stemmen was geteld. Hoe groot de opkomst was, is nog niet bekend. De officiële uitslag van de opiniepeiling wordt maandag verwacht. Bij een brand in een manege in Gameren in de gemeente Zaltbommel zijn 25 paarden in de vlammen omgekomen. In de stallen zouden onder meer bekende prijspaarden hebben gestaan. De schade van de brand is volgens de politie zeer aanzienlijk. De weersverwachting tot middernacht. Toenemende bewolking en later in de nacht van het zuiden uit af en toe sneeuw. Minimumtemperatuur van min 6 graden in het zuiden tot min 14 plaatselijk in het noorden. Middagtemperatuur rond min 4 graden, aan de kust rond het vriespunt. Einde van dit ANP-bulletin. George Michael, Heal the Pain.